In Animal Crossing New Horizons zitten maar liefst 397 verschillende villagers en 35 verschillende diersoorten. Je hebt hele zagrijnige villagers, maar je hebt ook hele opgewekte sportieve types en alles wat daartussenin zit. Sommigen willen zelfs popster worden. In deze video gaan we kijken wat de tofste villager is per diersoort, zodat jij de leukste bewoners op je eiland kan krijgen in Animal Crossing New Horizons voor de Nintendo Switch. Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Uiteraard is dit lijstje mijn persoonlijke mening. Ga me niet haten om mijn mening. Jij mag natuurlijk gewoon een andere mening hebben, dat maakt helemaal niks uit. Maar dit zijn mijn favoriete Animal Crossing villagers per soort. Laten we gewoon snel beginnen. En we beginnen bij de aapjes. Bij de aapjes steekt er niet echt eentje heel erg ver bovenuit, denk ik. Maar mijn favoriete aapje is toch wel Flip. En waarom Flip? Ik hou van die onnozele blik in zijn ogen. Hij doet alsof hij heel sportief is, maar eigenlijk bakt hij niet zo heel veel van sporten. En kijk even naar die twee voortandjes die over zijn onderlip vallen. Het is super schattig. Dan de adelaars. De adelaars die hebben ook niet echt een fan favorite, denk ik. Misschien dat Apollo daar nog het dichtste bij komt. Maar zelf ga ik voor Avery. Het is een beetje jammer dat Avery wel een cranky villager is, dus een zagrijnige villager. Het lijkt alsof hij gewoon continu in paniek is en dat vind ik wel heel geinig aan Avery. Dan ga ik het nu even hebben over de beren. De troetelachtige beren of de Winnie de Pooh-achtige beren. Als we het hebben over troetelbeertjes, dan zou Megan waarschijnlijk de prijs winnen. Maar zelf vind ik Klaus er wel interessant uitzien. Het lijkt alsof dat een soort van vikingachtige beer is aan zijn pakje te zien. En misschien zit ik helemaal mis, want ik ken Klaus niet zo goed, maar ik vind hem er gewoon heel erg grappig uitzien. De volgende categorie vind ik wel heel erg cool. En dat zijn de kleine beertjes. En daar zitten echt een aantal hele gaven tussen. Ik hoor denken, hij gaat Stitches zeggen. En hoewel Stitches een goede tweede is, ga ik geen Stitches zeggen. Ik hou het namelijk op Judy. Oh, Judy. Judy lijkt op een soort van galaxy-achtige space bear of zo. En dan die ogen. Volgens mij heeft geen enkele andere bewoner in Animal Crossing ogen zoals die van Judy. Dan de eekhoorns. Marshall is voor sommige mensen de beste bewoner ooit in Animal Crossing. Dat is de fan favorite. Maar zelf ga ik voor Mint. Haar naam zegt al genoeg. Mint. Mintkleur. Haar huis is helemaal in een mintkleur. Ze ziet er superleuk uit. Schattig. Mint doet wel een beetje stoer. Ze is namelijk van het snooty type. Maar al met al met het huisje erbij. Als je Mint eenmaal aankijkt, kan je niet anders dan van Mint gaan houden. De eenden. Ja, over de eenden ben ik super enthousiast. Ik vind dat er heel veel leuke eenden tussen zitten. Maar mijn favoriete eend is toch echt Ketchup. Die naam alleen al. Ketchup is een rood eendje. En dan heeft ze ook echt hier zo'n groen plukje op de voorhoofd als een tomaatje. Het is echt geniaal bedacht. De volgende categorie zijn de geiten. En heel veel geiten hebben een beetje zo'n rare kin of zo. Dus ik heb een beetje afkeer tegen geiten. Maar Shurp, die heeft dat niet. Ik heb sowieso een zwak voor de blauwe bewoners. Ik vind de blauwe kleurtjes vaak heel erg mooi op je eiland. Ze vallen ook lekker op. En Shurp ziet er ook nog eens super vriendelijk uit. Ja, ik hoef er niet heel veel meer over te zeggen, denk ik. Shurp is gewoon mijn favoriete geit in deze game. De gorilla's. Ja, daar hadden ze veel meer uit kunnen halen. De meeste gorilla's zijn niet zo tof. Maar ik kies dan toch voor Louie. Want Louie is gewoon Donkey Kong 2.0. En door naar de hertjes. Ja, daar zitten er ook weer een paar tussen hoor. Want Eric en Fauna vind ik bijvoorbeeld echt fantastisch. Maar dan ga ik toch weer voor een blauwe villager. De sportieve Bam. Zijn catchphrase is ook kablang. Dat vind ik geniaal. Ik heet Bam en ik zeg kablang. Dan de hondjes. En dat kan er maar één zijn. Hoeveel ongeluk kan je hebben in een leven zodat je helemaal in het verband moet? En dan draag je de naam Lucky. Hey, net als Ketchup is dit een geniaal concept. Je heet Lucky, maar je hebt de meest pech van alle Animal Crossing villages ooit. Alleen daarom verdien je het al om iedereens favoriete hond te zijn in Animal Crossing New Horizons. Sowieso, geen discussie mogelijk. En door naar de hamsters. Hamsters zijn lelijk in Animal Crossing New Horizons. Oké, maar er is er eentje bij die is wel super schattig. En dat is Apple met die schattige oogjes. Ja, dit is naar mijn mening eigenlijk de enige leuke hamster in Animal Crossing New Horizons. Apple, ga ervoor. De kangaroes. Oké, jongens, kangaroes zijn niet zo cool. Ik kies voor Kit als favoriete kangaroe in Animal Crossing. Ja, ik weet het anders ook niet, jongens. Huh? En toen had Rick opeens een ander t-shirt aan. Ja, want ik ben één diersoort vergeten.
De katten. Hoe kan ik de katten vergeten? Ik vind de katten super tof in Animal Crossing. En nou denken jullie vast dat mijn favoriete kat Raymond is. Want Raymond is iedereens favoriete kat. Maar mijn favoriete kat is Anka. Want Anka is gewoon een Egyptische kat. En de binnenkant van haar huis ziet eruit als een piramide. Dat is zo vet. Ik hoop zo dat Anka naar mijn eiland komt. Want ik vind haar zo vet. Ik heb zelfs een sarcofaag neergezet naast mijn campsite. Allemaal in de hoop dat dat Anka aantrekt. Haha, dan de kikkers. En mijn favoriete kikker is Ribbit. Ik bedoel, een robotkikker. Hoe tof wil je het hebben? Veel vetter wordt het niet hoor. Je wilt toch gewoon een robotkikker op je eiland? En hij heet dan niet Robot, maar Ribbit. Dat is geniaal! Dan, de kippen. Er zijn maar weinig echt leuke kippen, denk ik. Maar ik ga voor Nox. Ik weet niet, dan vind ik dit nog de kip met het leukste uiterlijk. Hier is een beetje over nagedacht. Ook weer met die naam Nox en dan dit uiterlijk. Dan de koala's. Ik weet niet wat ze hebben gedaan met die neuzen van heel veel koala's in Animal Crossing. Maar het is weird. Het is raar. Deze geef ik aan Eugene. Eugene heeft standaard de zonnebril op. Eugene heeft een net pakje aan. Hij ziet eruit als je volgende superster. Deze guy zou zo in een film kunnen spelen. Daarvoor veel respect voor Eugene. En daarvoor is Eugene mijn favoriete koala. G. De koeien. Wist je dat er maar 4 koeien zitten in Animal Crossing New Horizons? Alleen de octopussen zijn met minder vertegenwoordigd. Maar waar iedereen zo'n beetje elke octopus vet vindt, vinden mensen de koeien eigenlijk helemaal niet zo tof. En daar ben ik het wel een beetje mee eens. Ik zou niet heel graag een van deze koeien op mijn eiland willen. Maar oké, deze geef ik aan Paddy. Paddy ziet er nog wel schattig uit. Wel lief, volgens mij is ze wel aardig. Maar qua design zijn al deze koeien niet heel boeiend. Maar Paddy, jij wint het voor de koeien. Dan de konijntjes. En er is één konijn die steekt echt zo erg bovenuit. Dit is een konijn wat ik ook op mijn eiland heb. En ze heet Coco. Coco is volgens mij gewoon helemaal gemaakt van kurk of zo. En tegelijkertijd ziet ze eruit als een soort van voodoo pop. Ik weet het niet. Coco lijkt ook best wel een ongelukkige bewoonster. Maar eigenlijk is ze best wel vrolijk. En dat vind ik best wel nice aan Coco. Dan de krokodillen. Ik heb geen krokodil op mijn eiland. Maar ik vind Drago de coolste krokodil. Drago ziet er soort van uit als de kruising tussen een draak en een krokodil. Maar toch net iets meer krokodil. En dan de leeuwen. En bij de leeuwen ga ik voor Leopold. Leopold is namelijk een leraar. Maar Leopold is gewoon een soort van de overseer van je eiland of zo. Hij is die guy die loopt rond en die zorgt dat iedereen het naar zijn zin heeft als een vrolijke leeuw. Maar hij voelt zich tegelijkertijd verantwoordelijk voor zijn community. En zonder dat hij zich heel erg verheven voelt boven de rest, is dit gewoon een cool beest, deze leeuw. Dan de miereneters. Er is niemand die echt heel graag een miereneter op zijn eiland wil. Maar ik heb er wel één. En dat is om een reden. Deze miereneter is continu aan het niezen. En dan zie je dus steeds een beeld verschijnen. Achoo! En het is Sereno. Ja, hij is heel chagrijnig. Hij is grumpy. Hij heeft dikke wenkbrauwen. Het is geen mooie villager, maar hij zegt hachoo. En daarom kies ik voor Sereno. Dan nu, de muizen. Ja, en daar kon ik eigenlijk ook niet kiezen. Ik ben niet zo heel erg fan van de muizen in Animal Crossing. Er zitten wel een paar schattige tussen op zich. En dan kies ik toch voor Bree, denk ik. Bree is een beetje een zeurtje. Maar toch, qua looks vind ik Bree het leukst. Dan de neushoorns. En ik denk dat heel veel mensen hier voor merengue zouden gaan. En dat snap ik. Als je naar die hoorn kijkt van merengue, dan snap ik helemaal dat dit je favoriete neushoorn is. Maar ik vind dit vooral een beetje een vrouwelijke bewoner. En zelf zou ik gaan voor Hornsby. Ja, het is toch weer die kleur blauw of zo. Ik vind blauw villagers gewoon heel erg vet. Dan de nijlpaarden. Spoiler alert, er zijn geen coole nijlpaarden. Nee man, de nijlpaarden zijn echt niet oké. Weet je wat, zal ik dan maar gewoon de lelijkste kiezen voor de verandering? Harry! Harry heeft een baard. En voor de rest is het een onwijs lelijk beest. De octopussen. Er zijn dus maar 3 octopussen, hè, jongens. En eigenlijk zijn ze alle 3 gewoon fan-favorite. Octavian is standaard boos. Maar hij heeft echt een heel vet huis. Zijn huis is volledig ingericht met aliens en ruimteschipjes en raketdingen. Echt super vet. Ja, en dan heb je Zucker. En die doet me gewoon keihard aan Zelda denken. Zeg eerlijk, ze lijken toch gewoon op deze wezentjes. Dus ik kan niet echt kiezen. Zucker, Octavian en... Octavian. De olifanten. Weet je wat? Ik ga voor Margie. Die ziet er nog het leukst uit. Het is een normaal type trouwens ook, Margie. Dus niet echt heel erg bijzonder. Margie is gewoon wel cool. Ziet er wel geinig uit. Dan, de paarden. En mijn favoriet is eigenlijk geen paard. En dit is er een die iedereen op zijn eiland moet hebben. Want dit is gewoon epic. Het is een unicorn. Het is Julian. Julian is ook weer blauw. Hij is wel arrogant. Maar ja, weet je, als je een unicorn bent, als je een eenhoorn bent, dan mag je toch gewoon een klein beetje arrogant zijn. Zijn huis staat vol met dingen van sterrenbeelden en zo. Het is zo vet.
Julian is echt een top tier bewoner. Dan de penguins. En deze bewoner is echt zijn plekje omhoog aan het werken, jongen, op de tierlist. En het wordt een beetje saai, want hij is weer blauw. Het is Roald! Nou, Roald is super cute. En het is trouwens eentje van het sportieve type. Ik weet niet, man, het oogt bijna als een doodnormale penguin. Maar soms werkt dat als ze gewoon een doodnormaal design maken. Oké, de schapen. Pietro is gewoon een clown. Een schapenclown. Ik weet het niet hoor. Ik heb Pietro nog nooit gezien in de game zelf. Maar oké, als je een clown in je game gooit, dan moet dat gewoon een van de favorieten worden. Dan nu, de stieren. Vic? Ja, ik vind het cool. Ik ben op dit moment ook Vikings aan het kijken. En ik kijk heel erg uit naar Assassin's Creed Valhalla. Dus ik ben wel een beetje in het vikingenthema de laatste tijd. Dus ja, weet je, als er dan een viking op mijn pad komt, dan wil ik die ook op mijn eiland. Ik vind zijn design ook heel nice. Hij heeft een hele coole vikingshoed. Helm noemt men dat. En hij kijkt ook een beetje alsof hij wil gaan aanvallen. Oké, jongens, de struisvogels. Daar kunnen we kort over zijn. Het is mijn allereerste bewoner ooit in een Animal Crossing game ooit. Het is Sprocket. Ik vind sowieso ook wel die robotbewoners heel vet. Bij de kikkers heb je er dus ook een. En bij de struisvogels heb je er ook een. Ik vind Sprocket heel cool. Dan nu, de tijgers. En je zou zeggen dat de tijgers superveel potentie hebben. Er zouden superveel coole tijgers in een game kunnen zitten. Maar, nee, de tijgers zijn ook een beetje meh. Ik kies dan voor de tijger die het dichtst bij een tijger blijft qua design. En dat is Bangle. Ja, Bangle, daar kan ik nog wel een klein beetje fan van zijn. Die vind ik eigenlijk best nog wel leuk. Maar de rest van de tijgers, nee, die doen het niet voor mij. Dan nu de varkens. En daar voel ik ook niet zoveel voor. Voor de varkens ga ik denk ik voor Yook, want Yook is blauw. Simpel als dat. Hij heeft nog wel een geinig patroontje ook op zijn hoofd. Ja, meer heb ik er niet echt over te zeggen. Yook is wel geinig. Dan de vogels. Lucia. Want Lucia is een worstelaar. En dat vind ik dan wel weer geinig. Hij heeft zo'n patroon op zijn bakkes. Echt als zo'n hele foute worstelaar met een masker. En dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste. En dat zijn de wolven. En ik moet je zeggen, de wolven zijn misschien wel mijn favoriete diersoort in Animal Crossing. Ik vind er hier heel veel vette tussen zitten. We hebben Wolfgang, we hebben Sky, we hebben Whitney. Maar mijn favoriete, en dat moet natuurlijk ook wel, is Audi. Audi ziet er mooi uit. Audi ziet er schattig uit. Audi ziet er stoer uit. Audi heeft gewoon eigenlijk alles. En Audi is gewoon vernoemd naar een oma die duizenden uren in Animal Crossing gestoken heeft. Dus hiermee hebben ze een soort van een hele grote fan van de serie beloond door dit character te vernoemen naar haar. Naar degene die heel veel uur Animal Crossing heeft gespeeld. En ik denk dat dat perfect aantoont wat voor game Animal Crossing ook gewoon is. Het is een game die nu door de hele wereld wordt opgepakt. Heel veel mensen zijn deze game aan het spelen. Er wordt ongelooflijk veel liefde gegeven aan deze game. En er is ook heel veel liefde ingestopt namens Nintendo. Jongens, dit waren mijn favoriete Animal Crossing bewoners per diersoort. We hebben er maar liefst 35 behandeld. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je meer Nintendo video's wil zien. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickitu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. En oh ja, vertel me ook nog even wie jouw favoriete villagers zijn. Want daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is... Mazzel!